Een hele goede avond. En hier in de studio is aangeschoven digitaal Tinus Koops. Welkom, Tinus. Hey, goedenavond, Jasper. Een hele goede avond. Voordat we het gesprek in gaan beginnen over politiegeweld, wil ik een kleine disclaimer hebben. Ik denk dat we er allebei in staan dat op het moment dat als we ergens aanwezig zijn en er gebeuren gekke dingen en iemand treedt de wet over, dan heeft de politie het volste recht natuurlijk om daar tegen op te treden. Ben je daarmee eens? Ja, zeker. Die waterkanon net. Dat we op die waterkanon gingen staan. Heb je gedaan? Ja, mensen hebben het gefilmd. We hebben ook een foto. Kijk. Maar die ene sukkel die kwam ons wegtrekken. Dinus, ik ga hem exposen. Nou, dat gezegd hebbende, heb ik je in de studio uitgenodigd om het volgende. We zien eigenlijk al sinds de coronademonstraties zien we het om ons heen exclusief politiegeweld. En daaromheen zijn de demonstraties groter aan het worden en groter aan het worden. En daarbij komt ook veel meer beeldmateriaal vrij. En we zien van alle kanten dat een aantal van de ambtenaren de regels overschrijden. En Tinus Koops is de voorman van Nederland in opstand. Je staat vooraan en je maakt van alles mee. Dus de boots on the ground en de ervaringen. En ik wil het er graag met je over hebben. Ja, gaan we doen. Weet je wat mij dit keer gewoon heel erg opgevallen is van 2 januari? Is dat er van tevoren al de lijn ingelopen wordt door contact te zoeken, in ieder geval van mijn kant. Wij hadden gewoon contact met iemand die echt in de driehoek zat. En op een gegeven moment, het is allemaal gezellig. Er is helemaal eigenlijk niks aan de hand. Iedereen die komt samen. We hebben van tevoren wel een aantal plekken gehad waar gefouilleerd werd. Maar goed, het is noodbevel met een risicogebied aanduiding. Dus ja, goed, dat hoort erbij. Ik heb niet de noodzaak om wapens mee te nemen naar een demonstratie. Ik kom om mijn stem te laten horen en het liefst vreedzaam. En dat wordt wel heel erg moeilijk gemaakt, zoals jij dat ook al aanstipt. En afgelopen keer vind ik eigenlijk dat ze echt alle boekjes te buiten zijn gegaan. En dat is vooral eigenlijk terug te pakken in de opbouw. Er stond vijf peloton ME en twee peloton Marsjezee. Met ondersteuning en twee waterkanonnen. Dat is stevig. Voor vreedzame demonstranten vind ik dat al wel heel pittig. En op een gegeven moment komen natuurlijk die Marsje C staat er. De ME staat er achterin. Hè. We weten allemaal wel op welke plekken dat is. Dat is tegen het museum aan geparkeerd. En zo heel langzaam zie je dat, in ieder geval ik zie dat opbouwen, paarden komen erbij, meer busjes, Marsje C stelt zich op, ME stelt zich op. En vervolgens komen er ook twee waterkanonnen aanrijden. Waarin ik dus opbel naar de driehoek met van joh, ik snap iets niet. Ik zeg, jij wil rust behouden, jij wil geen gekke dingen. En dan zet je dus al twee waterkanonnen neer. Ik zeg, ik kan beter een rode lap op een stier binden. Dan denk ik dat je, dan heb je hetzelfde effect. Ik zeg, ik snap het niet helemaal. Leg me eens uit. Ja, dat is gewoon protocol. Ik zeg, de protocol kennen we. Ik zeg, dat houdt in dat we gewoon straks de badendas erbij kunnen pakken en gewoon gaan douchen. Ja. Ik bedoel, in plaats van een eerste nieuwjaarsduik, doen we gewoon een nieuwjaarsdouche. En, ja. We veranderen de tradities. Gezegd, ja, precies. Die moeten we erin houden bijna. Maar dat gezegd en hem dat ook gewoon uitgelegd, ging dat protocol gewoon door. Dat had ik niet anders verwacht. Ja. En nou komt het.
Er wordt op een gegeven moment opgeroepen door ME. Weet je, met een auto komt aanrijden. Die gaat er een beetje voor staan. En die roept op dat mensen zich moeten verwijderen. Nou, daar ben jij bekend mee, daar ben ik bekend mee. Het jammer alleen is, weet je, ik heb hier een JBL-box staan van €369, die 250 watt is. En ik kan je vertellen dat ik daar meer geluid mee maak met het boxje wat bovenop zo'n truck zit. Ook daarin opgebeld naar de driehoek van, joh, moet je luisteren, het is leuk wat je probeert, maar je bent gewoon niet te horen. Ja, we weten het. Dus het is bekend. Ja, dat vind ik al wel discutabel dat het al bekend is. Mag je even onderbreken? Want tijdens de oproepen, want daar wil ik het straks even over hebben. Er werd gezegd, de demonstratie wordt verboden. Het is tijd om te verwijderen. Heb jij ergens gehoord waarheen er verwijderd moest worden? Werd er aangeduid of door de box heen of door de aanwezige politie op het veld waar dat dan heen was? In principe is zo'n oproep altijd standaard. En dat is gewoon van dat je moet verwijderen. Daarin zeggen ze eigenlijk niet heel vaak een locatie. Uiteindelijk werd er wel een locatie aangegeven, helemaal aan het eind. En dat was inderdaad de straat voor het Museumplein. Maar dat heel veel mensen gehoord hebben, daar heb ik echt mijn twijfel over. En daar durf ik ook wel mijn handjes voor in het vuur te steken. Dat het eigenlijk gewoon een minimaal aantal mensen is dat bericht bereikt heeft. Daarin toch vind ik dat wij als demonstranten daar prima aan geaccommodeerd hebben. Een heleboel mensen zijn eigenlijk zonder strubbeling. Ik was eigenlijk op een gegeven moment de enige op het veld. Ik liep voor de ME en Marge C-linie uit richting zeg maar het eind van het Museumplein. Daarin stopten ze twee keer en versnelden ze ook nog één keer. En uiteindelijk kwamen ze aan bij de rand van het Museumplein. Ja, dat was bij het concertgebouw dan? Ja, klopt. En voor het concertgebouw stonden een heleboel mensen uitgestrekt in die straat. Maar de achterkant was dichtgezet. De voorkant was aan de zijkant dichtgezet. En toen later de groep richting... wat is dat? Die punt, zeg maar, die omhoog staat. Ja, het is... Ja, precies. Dat is de parkeergarage van de Albert Heijn, volgens mij. En de groep die liep richting de PC Hoofdstraat de kant uit. Ja, en daarin werd in allerijl een linie opgegooid door ME en een gedeelte Marche C en een heel groot gedeelte AE. Met ondersteuning vanuit de hondenbrigade werden een aantal koppels honden ingezet. En in mijn beleving is een hond een afschrikmiddel om mensen te zorgen dat ze niet een bepaalde kant op gaan. Ja, ik vind het dan toch echt een hele rare als er dan in eerste instantie geroepen wordt dat je daar dus wel heen moet gaan en je moet verspreiden. Dat verspreiden, dat ging niet, want men stond compleet ingebokst en kon geen kant op. En daar werden wel steeds meer mensen die daar in dat kleine stukje straat kwamen. En in dat, aan de voorkant werd er op een gegeven moment toch al wel geëscaleerd vanuit ME door mensen die net even te dichtbij kwamen al gelijk een lat in hun nek te leggen en te duwen met schilden. Ja, en uiteindelijk is daar natuurlijk het moment, je kan de vreedzaamste demonstrant hebben die er is, maar als je die maar blijft pushen en blijft slaan en blijft duwen en blijft, intimideren, dan is daar ook een punt van no return. En ik denk persoonlijk dat punt afgelopen zondag toch echt wel heel erg bereikt is. Op een gegeven moment ging er een busje iets schuin naar achteren. Ik denk niet dat de bedoeling was. Maar daardoor creëerden ze dus eigenlijk een soort met van sleuftunnel, waardoor mensen eigenlijk er doorheen konden lopen. Een aantal mensen heeft zich ook echt als held gedragen en heeft zich gewoon echt omgekeerd en laten slaan en handen omhoog. En ik blijf vreedzaam wat je ook doet. Daarin werd er op een gegeven moment, doordat er ook honden werden ingezet, werd die sleuf steeds kleiner. En mensen werden geagiteerd, werden bang, wilden daar snel weg. Dat is een logisch gevolg van. En daarin heeft een agent, een dame,
Ik ga er nog eerst even iets anders bij zeggen. Ik heb geruime tijd iemand in mijn lijst staan die politie Nederland, Midden-Nederland voorziet van canines. Dus van een hondenbrigade Midden-Nederland. Mm-hmm. Die heeft uitspraken naar mij gedaan als zijnde dat hij nog nooit een goede vrouwelijke hondenbegeleidster heeft gezien. Dat zijn natuurlijk uitspraken, ja, weet je, dat zijn de zijne, niet de mijne. Mm-hmm. Die verbeterde die heel snel door te zeggen, nou, ik weet het nog wel één. Hij zegt, maar het is wel heel dun bezaaid. En Midden-Nederland zegt van, joh, ik moet er 6 aannemen. 4 zijn kut en 2 daar heb ik wat aan. Maar ik moet er toch 6 hebben. En die honden, we weten allemaal, Zembla heeft laatst een onderwerp daarover gedaan. Over het opleiden binnen KFVP. Hoe dat gaat. En dat daar zelfs op een gegeven moment met stroomstokken wordt gewerkt. Met stroombanden om de nek heen. Daar ben ik wel bekend mee. Want ik heb zelf herplaatsers gedaan. Daar altijd wel weten vanaf te blijven. En op het moment dat je een hond traint, moet je hem trainen in respect en trainen in obedience, dat hij naar jou luistert. Ja. En dat wat jij zegt ook wet is. En op het moment dat er is een escalatie, er wordt op een gegeven moment geduwd, er wordt getrokken, er wordt geslagen. En vervolgens beslist een hondenbegeleidster om haar hond eigenlijk praktisch op te pakken. Dus bij het harnas. En vervolgens een rotgooi te geven, een groep in. Een duw, een groep in. Waar 3-4 mensen op dat moment uit elkaar stuiven omdat er een hondenbek ingegooid wordt. En waarvan 1, helaas Werner, de lul was. En letterlijk en figuurlijk aan zijn pols gepakt werd. Met alle risico's van dien. Daar loopt een slagader, daar loopt een ader. Andere schades, er lopen pezen. Nogmaals, een hond dient als afschrikmiddel gebruikt te worden. En op het moment dat er echt de echte fik is, weet je, een hond heeft zo zijn mogelijkheden. Maar die moet je wel heel voorzichtig en heel terughoudend inzetten. En wat ik begrepen heb, de hondenbrigade is een van de zwaarste middelen binnen de politiemogelijkheid. En ik zou ook de link hieronder in de beschrijving plaatsen. De documentaire die Zembla inderdaad heeft, of dat laatst is gebeurd of al een tijdje geleden is gebeurd, dat weet ik niet zo goed. Maar over de misstanden en binnen de hondenbrigade, en dat er vaak ook politiemensen worden veroordeeld omdat ze grensoverschrijdend te werk gaan. Uit die Zembla documentaire blijkt ook dat er heel weinig regelgeving zijn. Dat is een van de zwaarste middelen die inzetbaar zijn. Er zijn ook nog eens de regels beschikbaar voor de begeleider. Dus dat is ook al een hele rare, maar het is een interessante documentaire. Ik zal hier een link hieronder plaatsen om voor iedereen te zien hoe Zembla daarin staat. Ja, dat is een hele goeie, want daar zie je in gewoon dat deze dieren, dat het überhaupt al gewoon dierenmishandeling vindt. Dat is mijn persoonlijke mening. Ik vind het inzet. Ja, ik heb er ook moeite mee hoor, met de inzet van beesten en of dat nou een hond is of een paard is. Maar ja, aan de andere kant, het is hetzelfde wat men al jaren over de dieren, wat het over circussen hebt. Dus het inzetten van beesten daar al en dan doet het nog een soort van... Iedereen zal liefde hebben voor dat beest, maar om het zo in te zetten vind ik ook wel een heftig middel, om het zo maar te zeggen. Ik kan het ook niet plaatsen binnen deze groep. Nou, als je dat middel dan inzet, hè, ik heb zelf herplaatsers gehad, ik heb ook wel eens een gaatje in mijn hand opgelopen dat je denkt van goedemorgen. Maar als je zo'n dier dan inzet, zorg dan dat je dat dier wel onder curatele hebt staan, dat je dat dier wel beheerst. En uit de beelden is duidelijk te zien dat de dame in kwestie vol met een knuppel en dan niet de voorkant, maar net achter de hand, vol op de snuit slaat van die hond om die hond los te krijgen van Werner. Wat? Ja, dan moet je de beelden nog eens goed bekijken. Dat is zeer zeker te zien. Slaat hem 3 keer vol op zijn kamer. Om los te laten en volgens mij is de AE, het arrestatieteam die er achteraan komt, die hem dan meeneemt, om het zo maar te zeggen. Maar ik heb dat stukje heb ik niet gezien, denk ik hoor. Dat heb ik even. Ik vind het zo heel gruwelijk hoor, die beelden. Hij krijgt op een gegeven moment een slinger. Dus hij zit aan die hond vast. En hij krijgt op een gegeven moment een slinger. En hij pakt op een gegeven moment een ME-erbeet.
om die slinger tegen te gaan. En vervolgens wordt hij naar de grond gebracht door die ME'er. Die wil eigenlijk nog slaan, maar ziet dat hij aan die hond vastzit, draait om en gaat verder met waar hij mee bezig moet zijn. Dat is zijn omgeving en niet hem dus, zeg maar. Ja. En op dat moment gaat het filmpje nog verder en dan proberen ze die hond los te krijgen en dat lukt niet. En de begeleider roept los, 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 of welke scène ze ook daarvoor geeft en dat alsnog die gebeurt het niet. Commando, die zal er een commando voor hebben, maar die reageert niet. En nou ja, goed, dat gehad te hebben is natuurlijk Werner. Nou, we hebben allemaal die arm gezien van hem op Facebook. Die heeft behoorlijk schade. Ik hoop niet aan pezen en aan de rest wat er intern zit. Maar de kans daarin is natuurlijk wel gewoon aanwezig. En wat daar dan vervolgens een uitspraak over wordt gedaan door iemand op Twitter die niet helemaal snapt dat de beelden van een ander moment waren die op dat moment neerzetten. Maar hierin kun je wel zeggen dat de plaats zeer zeker een vorm is van herhaling. Het is op het Malieveld gebeurd dat er excessief geweld gebruikt is met honden. Ja. Er is nu weer in mijn optiek zeer excessief geweld gebruikt met een hond. En op meerdere plekken een manier rond honden ingezet. Dat mensen op een gegeven moment de hoek van de straat omkomen. En dat er echt een hele linie honden en ME staat. En er gedrukt wordt vanaf de achterkant. En die mensen die schrikken zich te pleuren. Ze kunnen gewoon nergens heen. En ja. Die lopen wel op een hondenlinie af. En dat zijn miscommunicaties. Ik heb het al vaker meegemaakt dat serieus de ene kant van de linie niet weet wat de andere kant van de linie aan het doen is en wat ze gaan doen in de toekomst. En dat is misschien te wijten aan het verouderde systeem P2000, wat ze gebruiken ook als communicatiemiddel. Nou ja, weet je, ik vind dat allemaal, ik kan daar persoonlijk niet zoveel mee. Volgens mij zijn het professionals, hebben ze training en op het moment sprum, zoals zij dat vinden, staan zij daar hun werk te doen en dient er professioneel opgetreden te worden. En als je, nou ja, kijk, hoe ze die teams ook samenstellen, het maakt mij niet zoveel uit. Je staat daar als één team en denk ik als politieman. En hoe zij hun werk moeten doen is alleen maar professioneel. En elke fout die er gemaakt wordt, bovenop, ja, is reden om, om ons erop in te laten bijten, om het zo maar te zeggen. Want ja, het zijn professionals die ervoor betaald krijgen. Ja, een kritische noot mag zeer zeker geleverd worden. Maar daarin is het jammer dat de kritische noot van ons, mocht er al iets mee gedaan worden, zoals nu op Malieveld, dat er dan twee incidenten zijn of twee agenten die vervolgd worden voor politiegeweld. Dat blijft dan ook intern. Dat is de, daar ga ik zo wat over vertellen. Dat is de, wat we vorig jaar, wat is het, in mei, juni op het Malieveld hebben gezien. Dat de meneer op de grond lag, volgens mij komt die meneer uit Alphen aan de Rijn, waarop ingeslagen werd, de hond nog eens op de knie werd gezet en in werd gebeten. En op datzelfde moment, op diezelfde dag, was ook die waarschuwingsschot omdat iemand met een andere hond erbij liep. Dat is dat het slagveld op het Malieveld. Dat was 14 maart was dat. 14 maart, oké. Okay. Nou ja, ik heb begrepen inderdaad dat ze dat de ME'ers buiten een boekje zijn gegaan. Immers lag meneer op de grond en was er eigenlijk zijn meester een over te nemen. Gisteren heb ik contact gehad met mijn contactpersoon bij de rechtbank in Den Haag. En ik laat uitzoeken wanneer deze rechtszaken zijn, hoe en of wat. Dus daar komt wat meer informatie over. En op het moment dat die jongens voor de rechter komen, zijn wij van Common Sense erbij. En of dat is met de cameraploeg of dat we schrijven, om het zomaar te zeggen, en daar een verslag van maken. Maar wij zijn erbij, omdat we, ja, er gebeurt iets. En een van de ernstigste dingen wat er aangekaart is. En wij willen dat ook graag laten zien. Dus dat zit er in de vooruitkomen. Ik ben benieuwd of je de kans krijgt. Ik denk dat ze een besloten zitting maken. Maar weet je, ik vind je enthousiasme altijd aanstekelijk. Wat dat betreft vind ik je een leuke vent. En ik ben benieuwd. Maar
ja, weet je, daarna escaleerde het eigenlijk in de linie enorm, waarin zowel demonstranten als AE echt als... Dat was afgelopen, waar je nu over hebt, is afgelopen zondag, 2 januari weer terug. Oké, okay, ja, heel goed. Dus waar we het over gehad hebben is, op last van de burgemeester was de demonstratie verboden, om het zo maar te zeggen, de georganiseerde demonstratie of manifestatie voor Samen voor Nederland, waar 84 groepen bij elkaar werden. Alsnog werd er gezegd, nou, dan gaan we toch lekker een kopje koffie drinken op het Museumplein. Nou, in onze schatting zijn er meer dan 10.000 man op dat moment rondom het Museumplein. Ik heb een oproep gehoord, dat was mijn eerste oproep die ik gehoord heb via de drone. Dus op een vliegende drone werd er een microfoon eraan gehangen en daar werd de oproep om het dienst zich te verwijderen. Dus dat is ook de eerste keer dat ik dat mee heb gemaakt. Ik heb niet gehoord waarheen, dus eigenlijk alle kanten op waren dicht, om het zo maar te zeggen. En ik heb contact gehad voor dit gesprek met de politiewoordvoerder van Amsterdam om te vragen, oké, luister eens, u geeft aan dat er verwijderd moest worden, maar in onze optiek was elke hoek afgezet. Waar was dan de oproep heen om te verwijderen? En zij zeggen inderdaad aan de Laressenstraat, nou ja, we stonden daar te filmen en één gedeelte daarvan was sowieso afgezet met ME. Dus om die kant al op te komen. En dan heb je iets als crowd control, niet het mensen in bedwang houden, maar je ziet dat de crowd, de massa, richting de PC gaat, waar die linie staat. En ja, ze kunnen precies bijhouden waar iedereen loopt en op de seconde toe. Dus ja, en als die communicatie binnen die politieorganisatie perfect is, dan hadden ze gezien dat een te grote groep die kant op ging voor de ME die de linie daar aan het optrekken was. Dus op dat moment elk agressief het verweer wat er dan die kant op gaat, leek mij in een instantie overdreven. En met de beelden erbij, weer met de hond. Volgens mij hebben. En dat ja, ik vind dat niet. Mooi is niet helemaal een goed woord. Maar daarmee zijn die beelden ook wel weer de wereld doorheen geraakt. En we hebben de afgelopen dagen hebben gehoord dat de VN-afgezanten daar wat mee te maken hebben. Volgens mij heb ik wat meerdere internationale mensen hebben erover gehad. En volgens mij vindt onze regering internationale druk niet zo leuk. Dus wat dat betreft is dat wel heel erg goed. Dat is zeker waar. Nou ja, en dan komt natuurlijk het moment dat het incident met die hond en er steeds meer mensen eigenlijk door een hele kleine plek heen komen. Mm. In ieder geval door de linie heen. En in dat stond de AE gewoon aan de zijkant op mensen in te mappen. En ja? Dat heb ik ook nog nooit gezien. Het AE is in het leven geroepen om excessen uit een demonstratie of uit een hooligangroep of nou, waar je het ook vandaan uit wil hebben, maar in ieder geval de excessen eruit te halen op zo'n moment. Er is geen excess uitgehaald. Ze hebben gewoon ronduit staan rammen op alles wat daar langs kwam lopen. En ik denk dat daarin ook je compleet het politievak voorbij schiet. Deze mensen, dit was ook OAT. Dat is het nieuwe arrestatieteam. Nou, die zijn natuurlijk keihard opgeleid. Deze mensen die, ja, weet je, zijn erop getraind om geen empathie te hebben op het moment dat ze acties inzetten. Dat was wel duidelijk. En er werd heel behoorlijk doorgepakt. Nou, mijn vraag was dus ook aan de woordvoerder van de politie in Amsterdam. Ze zegt, oké, luister eens, we kennen de ME en we kennen al hun trucjes. We kennen de waterkanonnen enzovoort enzovoort. Maar we zien steeds vaker de marechaussee voorbij komen. Wat is daar de reden van? Zijn jullie onder bezet? Is er wat anders aan de hand? Was er een hardere geweldsinstructie? Kunt u mij daar wat meer over vertellen? Ze zegt, nee, bij grotere demonstraties was het antwoord van de woordvoerder van de politie. Bij grotere demonstraties zetten we altijd de marechaussee in. Nee. Ik heb Marcel C. Nu 2 keer op het Museumplein gezien. En dat is, de reden dat de Marcel C. is ingezet, is dat er vanuit hogere hand gezegd is, je kunt 5 pelotons krijgen, voor de rest kun je de tyfus krijgen. Naar de burgemeester van Amsterdam bedoel je? Jo. En de driehoek. Oh. Ik ga geen namen noemen, maar met de desbetreffende waar ik mee gesproken heb binnen de... binnen de driehoek, die wisten ook te melden dat de 5 pelotons ME al gewoon standaard was opgeroepen.
En in het begin werd er gezegd, ja, maar de ME gaat staken. En dat werd me dinsdag al gezegd. Dus het is een heel mooi storytje geweest, een heel mooi verhaal geweest. Daar kom ik gewoon geen hout van. Dus ja. Het is interessant om daar de WOP-verzoeken eens een keer van op te vragen, hoe dat allemaal is gegaan. Nou, wie weet kunnen we dat een keertje gaan uitspeuren. Dus dat gemeentelijke, en dat, daar krijgen we nog wel eens wat documentjes, documenten vandaan. Mag ik, wat is jouw overall feeling van afgelopen zondag 2 januari in Amsterdam? Hoe sta je er nu in als je achteraf ernaar kijkt? Ben je blij dat het geweest is? Wat is je gevoel daarover? Ten alle tijden is je stem laten horen vreedzaam een goed iets. Dus daar blijf ik achter staan. En Samen voor Nederland en de 84 groepen daarbij aangesloten en alle pagina's. Dat was duidelijk dat een hoop mensen, 10.000 plus, toch ondanks dat het een verboden demonstratie was en men weet waar men op instapt, dat duidelijk. Hè? Men weet gewoon dat er opgetreden gaat worden. Men weet dat er gewoon waterkanonnen staan. Men neemt het risico tegenwoordig. Ja, en ondanks dat zegt men, ik kom. Ja. Daarin vind ik dat wij als demonstranten tot een zeer zekere grote hoogte ons hebben ingehouden. Vreedzaam zijn gebleven en enkel er alleen doorheen gedrukt hebben. Dat er altijd een paar excessen tussen lopen, dat zij zo, dat loopt 10.000 man plus, daar doe je niks aan. Mm-hmm. Maar overal vind ik het optreden van politie echt gewoon beneden alle pijl. En, ja. En dan hebben we het niet per se over de politie van de platte pet die er tussen het publiek doorloopt, maar de wat de hoge regionen, denk ik, de ME'ers. Dan heb ik het over ME, AE, OAT, dan heb ik het over stafkorpschef, dan heb ik het over het SBGO, dan heb ik het over de driehoek en daarbij de aangesloten adviseurs. Waarvan ik er één op telefoon had. En nou ja, dat is gewoon een fucking koekwoud. Dat zijn mensen die zo ver van deze maatschappij afstaan. En ja, zo ver van hoe het nou eigenlijk werkelijk echt werkt. Nou ja, precies. Ik merk ook gewoon. Kijk, de eerste keer dat het voor mijn neus gebeurt. Dat ik dacht, deze ambtenaar gaat het boekje te buiten. Volgens mij loop ik in Nederland. Is dat eigenlijk anderhalf jaar geleden? Volgens mij was het 30 mei 2020 dat ik dacht van dit gaat alles te buiten. We zijn denk ik nu anderhalf jaar, twee jaar zijn we verder. En nu begint het bij iedereen in te zinken, internationaal in te zinken van er is iets geks in Nederland aan de hand. Dus wat ik waar ik ook nog heen wilde was... Ik heb de politie natuurlijk gevraagd, oké, luister eens, we hoorden in de mainstream media, op de radio en de televisie, hoorden we dat er dat die ventgroepen wapens gingen meenemen. Dus, nou, dan ben ik wel heel erg benieuwd, hoeveel mensen zijn er dan aangehouden, hoeveel en waarvoor, waarmee? Nou, er kwam een verhaal uit, er is een persbericht ook uitgegooid, maar dan hakt daar nog wat verder. Er is die dag 30 man is er aangehouden, waarvan 5 wapens hebben gedragen, categorie 1. Dat betekent steekmessen en in die vorm. Dus dat ik vroeg ook, is dat niet dan een fles wijn? Want daar kan je ook mee slaan om het zomaar. Nee, het gaat dus echt om wapens. En 2 zijn er aangehouden wegens het dragen van vuurwerk. Dan zag ik er eentje voorbij komen met een rookpotje. Nou, dat zal vast onder vuurwerk vallen. Dus dat. Maar ja, wat je zegt, als je er 100 man op een rij zit, zit er altijd één vervelend bij. En in dit geval hadden we 10.000 man naar inschatting, hè, want we weten het niet heel erg precies. En als daar 30% dan, of 30 man uiteindelijk, binnen die 30 man was ook nog opgepakt voor belediging van ambtenaren, functie en dat soort werk. Dus dan, ik vind het super stom om messen te dragen, om het zo maar te zeggen. Dus ik snap ook niet zo goed waarom. Dus, maar dan is het, dan vind ik ook terecht dat er wordt opgetreden. Oh ja, zeker. Dat... En er zijn echt wel momenten geweest in de afgelopen anderhalf jaar dat er mensen over de schreef heen zijn gegaan en er gewoon uitgehaald zijn geworden. Ja. Dat was dus nu niet. En mag ik? Wat ze dan wel doen, is iemand die, ik zal hem even niet bij naam noemen, maar een van de jongens van het GLID. Dat die op een gegeven moment, ja, weet je, misschien de boel leidt, maar wel vreedzaam leidt.
En wel zorgt dat er zo min als mogelijk geweld is. En die proberen ze dan in één keer wel eruit te pakken met AE. En twee keer zelfs. Één keer. Ik zag al de lijst inderdaad. Ja, één keer toen ze er doorheen gingen. En één keer aan het einde bij de brug bij het Westerpark wilden ze hem er ook uithalen. En alle tweede keren zijn afgeblokt door ons. En later hebben ze hem alsnog aangehouden. In de straat met een aantal andere mensen er ook nog bij. En ja, weet je, het is een manier van werken. En die manier van werken, ja, wat nu gebeurde, dat was mij vreemd. Ik bedoel gewoon het lopen inslaan met een korte beton. Dus een stalen ploeter, de dooier is dat gewoon. Bij ons is die bij de wet verboden, maar hun mogen het wel gebruiken. En daarin wordt er gewoon ingemapt op alles wat er voorbij komt lopen. En dan, ja, dan ga je niet een klein beetje buiten je boekje, maar dan denk ik dat je heel ver buiten je boekje op. Dat zijn echt gewoon balkanacties. En, nou ja, het zijn beelden die we herkennen uit dictatoriale regimes van de andere kant van de wereld en niet wat er in Nederland gebeurt. Waar ik het over wilde hebben, en dat om een klein beetje tegengeluid te geven, er zijn natuurlijk verschillende groepen. We hebben natuurlijk ook de veteranen hebben gezien. En ik denk dat die jongens best wel oké werk aan het doen zijn. Ik denk ook dat ze heel veel respect verdienen voor hetgeen wat ze in het verleden hebben gedaan. Nu is het zo dat het lijkt dat de politie en het Openbaar Ministerie ze in een zwart daglicht stelt en een bepaalde hoek drijft. Desalniettemin is er gisteren een veteraan opgepakt, volgens mij is er ook een kleine demonstratie geweest bij het gerechtsgebouw in Amsterdam. De ambtenaar, of tenminste de woordvoerder van de politie, zei: oké, luister, er is een meneer aangehouden bij het cellencomplex in Amsterdam. Nadat de politie klaar was, een politieagent was klaar met zijn werk bij het cellencomplex, is in zijn auto gestapt en is aangevallen door een demonstrant. Een 47-jarige meneer staat in de verklaring. En die heeft deze agent na zijn werk, ik weet niet wat hij dan doet in de politieauto, maar na zijn werk zo aangevallen dat hij in het ziekenhuis is beland met allerlei verschillende verwondingen. Ken je dat verhaal? Heb je daar wat over gehoord? Wil je daar wat over zeggen? Ik ken het verhaal, maar ik doe er verder geen uitspraak over, want dat onderzoek loopt en ik ga niemand in discrediet brengen en ik weet niet zelf wat daar gebeurd is. Ik ben er niet bij geweest. Nou ja, nou, ik vond het belangrijk om het ook. Kijk, weet je, als we het hebben over het politiegeweld en dat soort werk, en we kaarten zaken aan. En dit komt mijn kant op, denk ik ook dat dat erbij hoort om het te verteld te worden. En als jij aangeeft dat er een onderzoek aan het lopen is, en dan wachten we netjes daarop om te horen wat er gaande is. Ja, ik weet daar het fijne niet van, dan ga ik er ook geen uitspraak over doen. Nee, heel goed, verstandig. Ik weet wel dat. Aan beide kanten, zowel demonstranten als bij politie, gewoon het behoorlijk hoog erin zit. En die escalatie, die denk ik toch dat die we wel mogen zoeken bij Politie Nederland. En dat ze de hand in zijn eigen boezem moeten steken en echt moeten gaan nadenken welke kant ze op willen. Ik zei tijdens de demonstratie tegen een wat uitdagende AE'er die in een busje zat. En het was net het moment geweest dat ze hem probeerden eruit te pakken de tweede keer. Toen hebben we een cordon om die bussen heen gevormd met zowel het gelid als een aantal demonstranten. Om gewoon de demonstranten af te leiden dat ze gewoon rechtdoor liepen en niet die bussen gingen lastigvallen. Die man die zat me gewoon een beetje uit te dagen. En weet je, op het moment dat ik tegen iemand... Iemand vroeg iets aan mij van: ja, je bent ook naar België geweest. Ik zeg: dat klopt, ja. Ik zeg: maar ze mogen blij zijn dat het hier in Nederland zo gaat. Ik zeg: want als je in België en Frankrijk zo in een busje zit en eruit stapt, ik zeg, dan maak je wel wat mee, hoor. Ik zeg: want dat wil je echt niet. Ik zeg: dan hoor je gewoon gevierendeel terug die bus in. En waarop hij zijn raampje verder naar beneden draagt. En niet zo bij dan dat bij de handen, hoor je. Want tieners, anders arresteer ik jou ook.
En dan denk ik van jongens. Ja, het soms, het af en toe lijkt het wel alsof ambtenaartjes, en het maakt niet uit in welke functie ze zitten, een stelletje kleine kindjes zijn. En ze krijgen allemaal een veer in de reet van oma Grapperhaus, want Grapperhaus is heel erg trots. En met andere woorden, jullie kunnen gewoon doen wat jullie aan het doen zijn. Nou ja, blijkbaar internationaal valt het op. En bij ons is het in ieder geval opgevallen. En fijn dat je dit in ieder geval even met ons wil spreken, Tinus. Zijn er voor nu nog dingetjes dat je aan wil kaarten? Dat je zegt, joh, let daar even op. Ik heb dat gehoord of ik heb dat gezien. Of dat moet nog even verteld worden. Nou ja, ik mag niet oproepen natuurlijk. Maar morgen is er in Den Helder op persoonlijke titel een leuke fakkeltocht, heb ik begrepen. Dus dat is altijd leuk om te horen. Dat is de 6e bedoel je dan? 6 januari? Ja, dat klopt, ja. Okay. En voor de rest wil ik aan iedereen eigenlijk meegeven voor dit jaar. Wees nog meer behoed op wat je zegt op Facebook. Wat je zegt in real life tijdens demonstraties. Je wordt er keihard op afgerekend. Justitie zit er bovenop. OM zit er bovenop. Het feit dat er al nieuwe wetten in aanmaak zijn geweest en er ook al doorheen zijn om groepen die kritisch zijn of in ieder geval ontwrichtend kunnen zijn in de maatschappij of zo aangeduid kunnen worden als ontwrichtend in de maatschappij, verboden kunnen worden. Daar zullen groepen zoals Nederland in Opstand, maar ook andere vast onder komen te vallen als ze de kans krijgen. Steun elkaar. Het is iets wat we in de afgelopen 2 jaar met elkaar hebben opgebouwd. En iedere actie die gedaan wordt op zichzelf is een actie die ondersteund dient te worden. Maakt niet uit hoeveel man er staat, op welke manier het wordt gedaan. Maar ieder statement op dit moment is gewoon belangrijk. We worden heel langzaam gepusht naar straks ook gewoon een vaccinatieplicht. We volgen Engeland en Duitsland op de voet. Dus wat dat betreft is het een kwestie van tijd. En daarin denk ik dat heel veel Nederlanders bij ons zullen voegen om deze strijd tegen dit kabinet, wat toch wel nog steeds behoorlijk dictatoriale trekjes heeft, en gewoon op dezelfde voet doorgaat als dat het voor het vallen van het kabinet is gegaan. Ik stel daar nog steeds mijn vragen bij hoe dat is tot stand kunnen komen. En dit zal dit jaar nog veel verder escaleren als dat wij de vorige jaren hebben meegemaakt. En ja, weet je, mensen, bereid je daarop voor. Wees voorzichtig in wat je zegt, wat je doet en waar je dat doet. En zelfs helaas met wie je dat doet. En we zijn al nu 2 jaar bezig en er is nu zo'n verdeeldheid om in Nederland op aan het treden, dat ook dit aankomende kabinet het niet langer gaat maken. Dus 4 tot 6 maanden dan liggen ze op een reet en dan gaan we weer een demissionaire periode in. En daarin zal weer gerekt gaan worden om te zorgen dat ze zoveel als mogelijk er doorheen kunnen trappen en ons in een bepaalde box kunnen plaatsen. QR-code, dat gaat straks gewoon een Europees mogelijkheid tot volgen worden, waarin eigenlijk alles wordt gevolgd, van je bankrekening tot aan je ziektefondsverzekering, tot aan of dat je gevaccineerd bent of whatever. Er is gewoon geen tijd meer. We moeten gewoon met z'n allen massaal, weet je, neem je buren mee, neem je zusje, je broertje, je familie, wie je ook kan aanspreken. Ik weet dat we al 2 jaar bezig zijn. Ik weet dat het vermoeiend is. Het heeft mij ook 15 kilo gekost, bijna mijn huis, alles wat ik had. En nog zou ik hier niet mee stoppen. Dit is ons land en het is niet hun land. En dat moeten ze heel gauw gaan begrijpen, want dit moet stoppen. Wij zijn een Nederlands volk. En het Nederlandse volk stond te bekend omdat we geuzen waren. En op dit moment zijn we een stelletje fucking pussies bij elkaar. En we moeten bij elkaar komen en laten zien dat we er echt klaar mee zijn. Dat is het enige wat ik vraag van iedereen en alles. Laat die onzin tegenover elkaar. Laat dat gebash naar elkaar. En sta schouder aan schouder op het moment dat we daar moeten staan. En dat moment zal heel spoedig zijn. En ik bedank je voor het kijken. Ik bedank jou voor de mogelijkheid, Jasper, altijd. Het is altijd gezellig met jou, Pik. Heel graag gedaan. Tinus Koops, Nederland in Opstand, dankjewel voor dit gesprek. En we spreken elkaar heel snel weer.
Ja, doen we, maat. Hey, fijne avond. Fijne avond. Hoi.